U kijkt naar het Weerjournaal van Weerplaza. Er liggen nog wat wolken over Nederland. Wolkenvelden waar de zon soms tussendoor schijnt. Het blijft in ieder geval op de meeste plaatsen droog. Ten noorden van ons land liggen opklaringen en die komen langzaam onze kant op. Maar vanochtend dus nog die mengelmoes van wolkenvelden en wat zon. Droog weer bij 6 of 7 graden en een matige wind uit het noorden tot noordoosten. Vanmiddag kan de wind langs de kust vrij krachtig zijn, windkracht 5... En de zon begint geleidelijk aan wat meer door te breken. 11 tot 14 graden de maximum temperatuur. Vanavond dan van het noorden uit steeds meer opklaringen. De meeste wolken gaan zelfs verdwijnen. De temperaturen dalen al naar een graad of 9. En in de nacht komen ze landinwaarts vlak bij de grond in de buurt van het vriespunt. Morgen dan een zon dag. 10 of 11 graden op de Wadden in het binnenland 13 tot 15 graden. Wel een stevige bries uit het noordoosten. 3 tot 5 boven, en die maakt het voor het gevoel wat kouder. Zondag draait de wind naar het noorden, hebben we tijdelijk ook wat meer bewolking, maar ook dan blijft het droog. 11 tot 15, lokaal misschien 16 graden. Ook de temperatuur op maandag, maar dan is het vaak weer zondag, net als dinsdag. Het is dus redelijk rustig, maar temperaturen van 20 graden zitten er nog even niet in. Ik ben Marco Verhoef van weerplaza.nl